In de vroege ochtenduren van dinsdag 9 juli werden gouddelvers in Suriname het doelwit van een gewelddadige overval. De aanval vond plaats bij Villa Brasil in het district Sipaliwini, waarbij een groep mannen schoten loste op de gouddelvers. Bij de aanval zijn meerdere slachtoffers gevallen met meldingen van schotwonden bij de Surinaamse politie. Thank you.